ik probeer te vertellen dat, dat als je bent gepest, je van binnen gewoon wordt beschadigd. Het gaat over pesten, maar dat niemand die het ziet. Mensen laten het niet altijd zien. En dan als je thuis bent, alleen bent, dan zijn kinderen meestal gewoon helemaal kapot. Op de basisschool werd Nina gepest. Het duurde 4 jaar. Voor Nina een verschrikkelijke tijd. Er werden roddels verspreid. En steeds vaker hoorde ik er niet meer echt bij. In het boek Leven van de Loser werd er zeg maar iemand had kaas aangeraakt. En daardoor wou ik niet meer bij hem zitten. En dat was dus ook, hadden ze nagedaan en hadden ze mij die kaas tegengegeven en bleef ze uit mijn buurt. En wat voor gevoel gaf jou dat? Buitensluitend, niet fijn. Helemaal niet fijn. De moeder van Nina gaf haar op voor een fotoshoot voor gepeste kinderen. En die foto vond een filmmaker zo mooi dat hij samen met Nina van haar verhaal een film wilde maken. En dat werd een succes, want ze wonnen de Nederlandse prijs voor beste 1-minuut film. En nu mag ze dus meedoen aan de internationale wedstrijd. Wanneer komt het bekend wie je heeft gewonnen? Vanavond. Vanavond al? Ik heb een heleboel mensen laten zien en die zeiden ze wel echt dat het een goede kans maakt en dat het echt een mooie boodschap heeft en het echt overkomt. Nina heeft er soms nog last van dat ze op de basisschool is gepest. Ik merk nog steeds wel dat ik soms sneller emotioneel ben. En dat komt door pesten, maar ook gewoon omdat ik sneller denk van, oh, die zei dit, dus die vindt me niet meer leuk. Toch is ze blij op haar nieuwe school, de middelbare, want hier wordt ze niet meer gepest. Ik heb het naar mijn zin. De klasgenoten zijn aardig en de eerste dag merkte ik al dat dit een ander soort school was waar niet gepest wordt, dat het gewoon fijner was hier. In een lokaal staat gewoon heel groot, wees jezelf, want er zijn al zoveel anderen.